Oh, mijn eerste gevoelens. Ik was persoonlijk blij dat Aalt er was. Omdat ik zelf een goede band. Als we ergens naartoe gaan, dan ga ik rapper naar Aalt gaan dan dat ik naar Maldenham zou trekken of zo. Dus eigenlijk had ik er wel een goed gevoel bij, ja. Ik vind het heel belangrijk, qua kinderopvang, speelpleinwerking, sportkampen, dat vind ik heel belangrijk. Omdat we gezien hebben in het verleden, dat dat in Knesselaren eerst miniem was, dat dat heel goed uitgebreid is. Nu, speelpleinwerking is nu een volledige dag beschikbaar en zo, dus echt allemaal verbeteringen. En ik ben een beetje bang dat dat zou wegvallen en dat we dan eigenlijk naar Aalt zouden moeten of zo. Dus ik hoop dat dat gewoon zo behouden blijft. Zoals nu ook, de kinderen van Ursel die kunnen met de bus naar de speelpleinwerking. Allee, als dat kan behouden blijven, in mijn geval is dat wel heel belangrijk. Ja, ik wil eigenlijk in Ursel wel het rustige karakter blijven behouden en hopen dat we zo nog meer mensen van Aalter ook naar Ursel kunnen trekken om ons hier een beetje de toeristen komen uithangen eigenlijk in onze grote gemeente Aalter dan eigenlijk. Ja. Dat ze eigenlijk hier ook de mooie plekken in Ursel leren kennen en dat die toch rustig kan behouden blijven. Ja. Ik woon hier eigenlijk op het dorp en juist over naar het rusthuis toe. En ik hoop alleen dat het zwaar verkeer met het industriepark, dat dat verder gaat omgeleid worden langs de grote wegen en dat dat niet door het dorp van Ursel moet gaan. Het is nu al geminimaliseerd en ik hoop dat het eigenlijk zo blijft.